Welkom in de wereld die chlorofiel heet. Chlorofiel risotto. Mooi gerecht om dit te maken. We gaan een groene risotto maken. Spinazie, peterselie. Je kan hem vegetarisch doen. Ik maak hem even met kippeljon. We beginnen met één. Wilde spinazie en krulpeterselie gaan we hier in een keukenmachine gaan we kapot maken. Ik laat je zien. Lekker proppen. En je doet er steeds wat ijs bij. Waarom doe je er ijs bij? Op een gegeven moment pakt je die spinazie en peterselie beter. Met hele ijsblokjes. Hoor je hem? Wat doet het ijs? Lekker. Dat ruikt goed dit. Spinazie. Beetje ijs erbij. Op een gegeven moment gaat hij hem pakken. Het kan lang duren, het kan kort duren. Ja, het is zeg maar een soort spinazie à la crème, zonder crème, maar met peterselie. En dan hebben we een doek, en dat is belangrijk, die doek hebben we even nat gemaakt. Weet je, dan alle zeepressen eruit. Kijk of er gaatjes in zitten, dan moet je hem niet gebruiken. Je kan hem eenmalig gebruiken, want hij wordt helemaal groen. Een flutsje erin. En als je een flutsje erin hebt, dan maak je, ja, je maakt gewoon een knoopje ervan. En wat we gaan doen, is we willen dit groene vocht wat eruit komt... Daar gaat het ons om. Zie je hoe groen dit is, hè? Dit, is gewoon, dit zijn dus de chlorofielkorrels uit de spinazie en peterselie. Oké, dit doen we in een pan. In een pan. Je moet blijven draaien, want wat je gaat zien is er ontstaat een schiftingsproces. En ik wrijf erin, omdat die anders gaan die korrels aan de bodem vastzitten en dan verbranden ze. Ik zie je denken... Hij is groen. Hij is mooi. Hij is lekker. Harde korrels. En dat vocht, dat scheidt zich van elkaar. En dat is wat we nodig hebben. Dan doen we hier ijsblokjes bij. Zoveel dat hij eigenlijk meteen weer afkoelt. Ja, kijk, hoe langer dat proces duurt dat hij hier niet afkoelt, hoe minder groen die korrels worden. Kijk, zie je de korrels? Dan pakken we die doek weer, alleen nu draaien we hem om. De binnenkant wordt de buitenkant en dan gaan we weer eigenlijk dezelfde constructie gaan we gebruiken. En dan gaat zeg maar het sap, dat scheidt zich van de korrels. We hebben een lekkere Cévennes-ui, zoete ui. Een beetje olie erin, daarin doen we de ui. Hoppakee. We bakken hem aan. Hierop doen we risotto rijst. Dat ook even mee aanbakken. En daarop doen we 600 cc kippelbouillon. Dat je die echte kippelbouillon. Soepkip. Die kan je weer lekker voor maken in een slaatje. En daaromheen heb je gewoon een hele lekkere pure smaak. Aangebakken. Mooi, hier op de kippenbouillon. 17 minuutjes. Laten we hem, zet hem in de oven. 180 graden. Hop. Klontboter. Ja, dat maakt me een beetje lossig. Nou, dan beginnen we nu met het toevoegen van de drap. Kijk, die boter is er dus voor om zo meteen de geleiding te zijn tussen die risotto en je groene kruidenmassa. Eitjes gaan we pocheren. Dit zijn koude eitjes. Heb ik zo uit de koelkast gehaald. Wat hebben we daarvoor nodig? Een pannetje met water. Dat staat hier nu op. Dat moeten we even naar kook brengen. En we hebben daarvoor nodig natuurazijn. 800 cc water, 200 cc natuurazijn. Eitje in het kopje. Eén. Kijk, je laat hem even inglijden, zakje. Je laat hem zo inploffen. Zakje. En laat je hem inploffen. Dan moet je hem heel even met... Zorg dat hij niet aan de onderkant vast blijft plakken. 30 gram parmezaan. 4 minuutjes zijn over. Dus we halen de eitjes halen we uit het water. In het ijswater. Eitjes zijn afgekoeld. In het ijswater. Dan kan je even iets bijsnijden. Dat noemen ze in restaurantkeukens noemen ze dat natuurlijk mise en place, hè, de voorbereidingen. Maar dit is dus gewoon een heel,
ontspannen gerecht dan. Hè. Je hebt je risotto heb je in de oven zitten, die staat gaar te worden. De gloren friet is klaar, met boter. Parmezaan staat klaar. En je eitjes helemaal top. De hele risotto, die is zeg maar, al het vocht is opgenomen. Kijk, en dan moeten we even zachtjes erin en omhusselen. En dan zie je dat we een hele mooie, stevige korrel hebben. Klein beetje zout. Iets aan peper. De afgekoelde eitjes terug in het water. Kijk, en dan gaan we kijken wat die chlorofiel doet. Kijk, en dan spatel je zeg maar op laatst die groene kruiden erdoorheen. Kijk, en zie je dat je nou een geweldig resultaat krijgt. Visueel. Eens kijken wat je geweldig mooie korrel je krijgt. Prachtig. Parmezaan. Spatelen. Kijk, dit zijn dan de eitjes. Die inmiddels dan weer warm zijn. We krijgen een kresje erbij. Beetje peper. Een klein beetje zout erbij. Bourgogne. Ja, je ruikt meteen dat subtiele hout. Een beetje Beaujolais hout. Absoluut een mooie kruidige Beaujolais. Kijk, en nou ben ik benieuwd naar die groene. Dat kleurtje. Je ziet eraan dat het gewoon barstens. Vol van smaak zit. En die hele korrel. Weet je, dat is natuurlijk gewoon. Zo'n hele korrel is natuurlijk helemaal top. Hij is groen, hij denkt groen, hij wil groen en hij blijft groen. Prachtig. Het is echt lekker, joh.